ga nu naar Delft. Daar is een vervolg op de Sufi-tempel, de concerten die René daar organiseerde, de Peace Concert, waarvan je, als het goed is, als vaste kijker al heel veel hebt gezien, hopelijk, op mijn kanaal of op het kanaal van de Verlichting. Er is nu een tent, een soort tent, een dome in na 300 meter Delft. Ga rechtdoor, die daarna links afslaan. Regenerate heet dat. En daar gaan we naartoe. Dat is weer een nieuwe locatie. Fralalai komt, daar was ik vorige keer erg enthousiast over. Dus ik ben benieuwd. Ja, ik neem jullie mee. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Het is mooi, hè? Ja, zeker. Yeah. Heel mooi. Ja, ja, ja. Hoi, Mark. Hoi, prachtig. Antwoord. Ja. Het bord. Ja, voor de mensen die langskomen. Oh ja. Een idee krijgen van wat is dit? Oh, wat leuk. Hier ja. Komen dan, komt dan wekelijks een programma. Wat leuk. Hoi, René. Ja, wat is dit? Vertel eens, wat is dit? Hoi, René. Wat is dit? Ja, dit heet het Regenerate Station. Ja. Ik noem het ook wel veelvuldig de Dome. Oké. Okay. Eigenlijk ja, leuker. Ik vind het een heel mooie duiding voor deze. Even platform. Laten zien hoe mooi dit is. Ja. Volgens mij is dat doek in Letland gemaakt. Oh ja, echt? Ja. Zo. Ook allemaal last minute. Maar dit is dus een nieuwe tempel, zeg maar. De nieuwe tempel, de mobiele tempel, zeg maar. Hij staat, de bedoeling is dat hij ieder jaar gedurende de zomermaanden hier komt te staan. Wauw. Met toestemming van de gemeente Delft. Yeah. Nou, dat is op zich al vrij uitzonderlijk, want ja, het is gewoon een recreatiegebied. Er staat en is verder niets. Yeah. Het is gewoon een natuurgebied. Dus dat dit mag, yeah, is op zich al een soort van uniek. Ja, yeah. Het is ook een mooi plekje ervoor. Ja. Echt zo'n rustig hoekje. Ja, en ja, mijn zoon Mike, die heeft dus een stichting opgericht, Regenerate. Yeah. Waarin ze dus, ik spreek over ze, er is een team ontstaan. Yeah. Waarin ze dus allemaal mooie activiteiten organiseren. En dat liep zo goed dat ze er een droom hadden, een eigen plek. Een eigen dome, een droom. Een eigen dome is dat geworden. Niemand had het kunnen verzinnen nog een maand of acht geleden. Wauw. Wow. Dus je hebt eigenlijk een soort opvolger. Ja, ik weet niet of het opvolging is, maar hij gaat wel heel breed in één keer. Ja? Maar ja, het ligt wel in diezelfde lijn. Ja, maar kijk, vanavond krijgen we een concert. Ja. En het doet me toch een beetje denken aan de Sufi-tempel. Ja, toch? Thank you.
tent, hè? Hoeveel mensen kunnen daarin dan? Ja, ik heb Mike horen spreken over 60. Oh ja? Ja. Zo hé, dat zou niet zeggen. Ik denk met een normale 40, 50, dan ben je wel aardig... Ja, maar het kan ook open als het heel warm is. Ja. Dan, dat is wel weer lekker dan. Ja. Aan twee kanten kan het open en er zit ook nog, boven zit de ventilatiegaten. Oké. En aan de voorkant zit ook een soort van, ik noem het maar even, luiken. Ja? Ja. Dus, ja, wat een heerlijke plek zeg. Ja. Geweldig dit, ja. 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 Leuk, dus jij hebt eigenlijk ook jouw organisatie een beetje hier naartoe gehaald. Voordat dit ontstond had ik al de wens om samen iets met mijn zoon te gaan doen. Ja. In die zin, eigenlijk dat hij mij zou gaan helpen. Yeah. Maar het is nu omgedraaid, ik ben hem gaan helpen. Oh. Ja, die is constant, zeg maar, gestopt, geparkeerd. Ik weet niet waar de toekomst heen gaat. Yeah. Maar nu via de naam Stichting Regenerate, ja, kan ik toch nog een deel van mijn passie weer dus dan wordt inbrengen. Het... Oh, wat leuk. Dus dan komen die muzikanten komen dan hier. Die jij eerst... Ja, en dat is natuurlijk maar een aspect, hè. Er gebeurt hier veel en veel meer. Maar dat stukje mag ik me mee bezighouden. En het is puur van mijn kant support. Ja. Ik verdien er helemaal niets aan. Het is gewoon leuk om voor deze jongens dat te creëren. Ja. En alle mensen die hier gaan komen, ja, daar word ik blij van. Ja, nou, we zullen straks wel zien wat voor een publiek dat is. Maar is het een beetje jong wat hier komt? Of... Ja, het is voornamelijk jong, maar het doel is natuurlijk dat het gewoon mixt. Ja, ja. Dat is natuurlijk het mooiste. Ja. Ik verwacht, daar is ze. Maar net zoals ik verwacht van allerlei. Daar is ze. Oké, ik ga maar even gedag zeggen hoor. Ja. Maar ik denk dat ze zo komt, dus ik kom maar aanrijden. Ja. Hello! I wanted to be here so much earlier, but the traffic was insane. Hey, mooi Mike. Wat leuk hè dit. Super, ja. Ja. Had je ook niet gedacht vorig jaar? Nee, inderdaad. Nee, dat snel gaan. Ja, echt heel leuk. Want wat doen jullie nog meer hier? Meditaties, yoga. Zelf ook lekker muziek maken. Ja, ik zag het. Ja. Ik zag het langskomen. Ja. Ja, man. Hard werken ook. Ja. Maar wel heel erg jouw passie en jouw absoluut. Droom, hè? Toch? Ja, ja, het komt allemaal samen. Dus, super. En dansen, toch? Ook, ja, zeker. Ja, ook elke week dansen. Ja. Dus, echt leuk. Ja, eigenlijk alles om jezelf te verliezen. Ja, om jezelf te verliezen. Overgaaf. Ja. Ja, wat gaaf. Maar ik vind ook heel leuk dat... Dat zeg maar, je met die jongeren daar zo mee bezig bent. Ik denk veel mensen verwachten dat ook niet echt van jongeren, dat ze daar zo... Zeker, ja, het leeft echt wel en er is ook heel veel behoefte naar. Ja? Zeker, dus, en het is ook heel belangrijk. Het is de nieuwe generatie. Ja, ik vind dat wel mooi hoor. Ja. Ja. Maar weten wij dat niet? Of wordt dat onderschat of zo? Wat denk je? Wie is wij? Nou, wij ouderen. Ik denk dat je bedoelt dat er zoveel behoefte naar is. Ja. Maar je hoort eigenlijk altijd wel die verhalen van jongeren kunnen hun draai niet vinden en ze zijn zo depressief en zo. Maar dan denk ik, dit is natuurlijk wel de andere kant van het verhaal. Ja, nou ja, ik denk eigenlijk juist daarom, omdat de behoefte is gewoon heel groot.
Okay. Dus als er dan een gelegenheid wordt geboden, dan ontstaat er ook animo. Ja. Dus daar komen ook vanzelf veel mensen op af. Ja, ja inderdaad. Dat merken we nu al. Maar ik denk zeker met de tijd, als het, als het bekend wordt. Ja. Als er nooit een ijskoopman is, dan zijn er ook nooit ijsliefhebbers. Ja. En hetzelfde geldt voor dit. Wij zijn er nu. En nu gaan er ook nog steeds meer liefhebbers komen. Ja, ja. Dus. Ja. Je vult een gat eigenlijk. Ja. 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 Ja, mooi. En hier word je natuurlijk ook blij van, hè? Ja, zeker. Dat is het ook. Ja, allemaal mensen die betrokken zijn. Ja. Samen mooie dingen doen. Ja, geweldig. En ook leuk, want er komen natuurlijk ook wel wat oudere mensen. Dat is ook leuk. Want samen, dat is fantastisch. Ja. Daar draait het op. Ja, super. Ja. Ja. Mooi. Ga Francesca water geven. Ja, doe dat. Nu krijg je ineens als goed is thee. Thee? Chai? Chai. Chai? Oh, en dan? Hi. Chai, thee. Wow. Ready? Wow. Ik kan het zien. I'm ready. Prachtig. I was just wondering, do you think we can close this for the noises outside? We're going to close it, definitely. I hope it's not too hot, but... No, we have some, we have two windows, hè? Oh, yeah. Echte windows. Hey, wat een goede opkomst, René. Hartstikke leuk. Ja. Super. Ja. Ja, want je bent helemaal blij. Ik ben heel blij. Het is een try-out eigenlijk. Hè? Ja, het is een try-out. En het is heel leuk, heel mooi om te zien, te ervaren. Ja. Dat het blijkbaar allemaal bestemd is en dat het ontstaat. Ja. En om daar een deel van te zijn. Ik word helemaal blij van te creëren. Het idee van wauw, straks komen er mensen luisteren naar Francesca. De schoonheid die zij brengt is... Ja, ik zou bijna zeggen van een andere wereld. De wetenschap dat mensen daarin komen delen, maakt mij enorm blij. Ik denk dat ook de sfeer, het is echt weer anders dan in die Sufi-tempel zo, hè? Ja, dus je hebt natuurlijk een hele andere setting, dat past heel mooi bij de tijd benieuwd. Van het jaar. Ja. Ja. Dus, ja. Ja, leuk. We gaan het meemaken. Ik ga eventjes in de auto klikken. Oh ja. Lekker druk, René. Ja, geweldig. Ja, geweldig. Toch nog wel mensen op het laatste moment ook, denk ik. Ja, heel veel mensen. Bijna iedereen op het laatste moment, de laatste paar dagen en vandaag. Ja. Ja. Last minute maatschappij. Ja, zo werkt het toch wel een beetje. Het is ook fijn dat dat kan, hoor, vind ik. Ik hou helemaal niet zo van dit alles. Ik doe het zelf eigenlijk ook. Ja. Het ligt een beetje aan de omstandigheid, maar... Het is prettig om gewoon niet vast te zitten en op het laatste moment te kunnen beslissen. Ja. Ja. Alleen aan de andere kant neem je natuurlijk een risico, dat kan uitverkocht zijn. Je moet vertrouwen, hè? Ja, vertrouwen, ja precies. Bij zoiets kan je altijd nog wel een beetje schuiven, toch? Ja, natuurlijk. Of ze moeten buiten gaan zitten. Als je het een beetje leuk wil houden. Ja. Maar ze zijn er ook nog niet allemaal. Veel jonge mensen, maar ook onze leeftijd is een mooie mix. Ja, zeker. Ja.
Charity! Magic potion. In the ancient times, the monks of Ireland used to go on sea travels to find a hidden island in the Iron World. Thank you.